doen, allemaal alleen. Ik ben gewoon super, super, super moe. Er zijn geen woorden voor. Hallo, goedemorgen. Het is maandag vandaag. Nieuwe ronde, nieuwe kans en Jax is heel erg wakkertjes. Hè? Ja. Hoi. We hebben redelijk goed geslapen en straks komt er een fotograaf. Dat is namelijk voor een blad van het ziekenhuis waar ik in kom te staan. Met een soort verhaaltje over de bevalling. Hij is zo onwijs aan het rondkijken. Ik ben weer lekker onderweg naar Jol ophalen met de wagen. Heerlijk weer. Want dan is hij lekker stil. Eigenlijk zou ik gewoon de hele dag alleen maar moeten lopen. En dat had ik ook moeten doen. Maar ik ben ingestort vanmiddag. En daarom ook niet echt meer gevlogd. Ik was op bed gaan liggen. En echt heel stom. Ik had mijn telefoon beneden laten liggen. En ik dacht nog, oh lekker, die laat ik even lekker beneden liggen. Lekker, even niemand die me lastig valt. Even lekker alleen met hem liggen. En toen bleek dus dat ik met een vriendin had afgesproken die op kraamvisite zou komen. Sorry Kirsten, echt zo stom. Nou ja, dat soort dingen beginnen nu wel echt steeds vaker te gebeuren. Dat ik gewoon echt fouten ga maken door het slaapgebrek en warrig zijn door het gehuil de hele dag. Dus het begint er gewoon wel echt even een beetje in te hakken. Ondanks dat als ik hier loop, dat ik me gewoon prima voel hoor. Echt niks verkeerds aan. Heerlijk, zonnetje en alles. Maar in mijn koppie zit het gewoon momenteel even niet helemaal precies op een rijtje, zeg maar. Voor in hoeverre dat überhaupt al was eigenlijk. Die voor je heeft gekookt. Mais, volkoren, spaghetti. Toppertje. Tomatenpuree. Ach, heerlijk. Hopelijk blijft die nog even liggen. Hé? Goedemorgen, Jax. Het is dinsdag en we beginnen de dag op kantoor. Met Jax erbij. Hé? Zo, ik ga zo even douchen als Bart zijn laatste belletje heeft gepleegd. En dan kan Jax even bij Bart blijven staan. Het wordt tijd dat ik weer eens even goed gezond ga eten. En dat heb ik de laatste tijd echt heel weinig gedaan. En dat komt vooral... Niet in het avondeten trouwens. Nou ja, dat komt gewoon vooral omdat ik gewoon geen tijd voor had tussendoor. Gewoon geen tijd om eventjes in de keuken iets te maken voor mezelf. Omdat het gewoon de hele dag doorgaat. Maar Jax is nu, as I speak, of misschien niet, want ik hoor hem vanaf hier natuurlijk ook niet, in zijn kamertje aan het slapen. Misschien moeten we de babyfoon even erbij zetten. Nou ja, ik heb dus havermout met granaatappelpitjes en blauwe bessen. Dus supergoed. Ik heb besloten vanaf vandaag geen hap chocola meer. Geen slok koffie meer, ook niet eentje. Rooibos thee, dus geen cafeïne. Geen koemelk en zo, maar dat drink ik eigenlijk sowieso al niet. Dus ik ga gewoon echt even de hele dag goed opletten in verband met Jack's krampjes. Baat het niet, dus gaat het niet. Gezond eten is altijd goed, zeker wanneer je borstvoeding geeft. Dus we gaan dit maar eens even goed proberen nu. En de vraag van vandaag was, zag ik net toen ik mijn theetje inschonk. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Nou, dat was waarschijnlijk vannacht. Ik denk het. Ja, Jax kwam vannacht echt gewoon zo'n beetje om de 2 uur. Het was in ieder geval wel om te janken. Het was om te janken. Heb je lekker geslapen? In je eigen bedje. Ja, je eigen bedje. Dat is snel. Al in je derde week in je eigen bedje slapen. Dat is heel knap hoor.
Dus ik snap het wel, tussen al die zachte, lieve knuffies. Nou, daar zit ik dan. Het is me gelukt. Voor de eerste keer alleen met Jax in de auto. Hij ligt heerlijk te slapen hier achter mij. We gaan nu naar het consultatiebureau. En dan gaan we kijken hoeveel Jax is aangekomen. We gaan hem laten wegen. Het was echt even heel gedoe om uit de auto te krijgen, omdat het gewoon de eerste keer is. Oh, wat een gedoe, allemaal alleen. Dit is echt even wennen hoor. Oh, ga naar de route. Mijn navigatie staat ook nog aan. Oeh. Stop. Ben je boos? Wil je niet gewogen worden? Word je daar boos van? Ben je weer een beetje boos? Beetje boos, hè? Ja, beetje boos. Oké, in de auto. Het ging veel makkelijker dan uit de auto. Dus oefening maakt kunst, denk ik. En hij is... Hey, ik wil het vertellen. Nou, doe ik zo wel. Later. Nou, oké. Ik loop er even heerlijk buiten. Ik ben Jola aan het ophalen van school. Alleen die zal zo ver vooruit samen met haar vriendinnetje dat ik alleen loop. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen is, hij weegt 3650 gram. Dat betekent dat hij iets van 300 gram is aangekomen. Nou, hij zit mooi in de middenlijn van het groeien. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik ben ook blij dat ik even ben gegaan, want dan weet je dat maar, hè. Ik was net weer even neergecrashed omdat Jax nog sliep vanuit de auto. Kijk hem eens, heerlijk schatje. En ik word wakker en ik heb gewoon echt serieus het idee, het gevoel dat ik ziek ben. Het is super warm buiten, maar ik heb het mega koud. Ik heb knallende hoofdpijn. Ik ben gewoon super, super, super moe. En dan heb ik nog iets vreselijks. Nee, echt, dit is echt zo vreselijk. Kennen jullie dat? Een ontstoken nagelriempje. Nou, wordt natuurlijk niet scherp. Het boeit ook eigenlijk niet om het scherp te krijgen. Maar het is gewoon super dik en zo'n hele rode rand. En ik heb het de hele tijd gewassen, schoongehouden. Ik weet niet hoe het is gekomen. En het is maar zoiets kleins, maar het kan zo'n pijn doen. Zo'n pijn. Serieus, er is een bevalling niks bij. En het wordt weer lekker een klaagvlog zo. Forget it maar voor vandaag, dat er nog wat boeiends uit mij gaat komen. Woensdag wel weer een leuke vlog. Want morgen ga ik echt even met Jola samen erop uit. En gaan we echt weer even gewoon een lekker dagje mama, dochter hebben. Maar dan wel met Jax erbij. Ja, daar heb ik super veel zin in. Ik zit er echt doorheen. Die borstvoeding, het is echt heel mooi dat het allemaal goed gaat. En nou ja, goed, niet goed, maar met pijn gaat. Fijn dat het echt al het beste is voor mijn kindje en dat ik hem dat kan geven. Maar ik heb zo het gevoel dat het echt al mijn energie uit me sleurt gewoon. Al mijn energie wordt uit me geslurpt met die borstvoeding. Goed, ja. Maar ik hou vol. Vooralsnog. Begin ik mezelf wel meteen weer een stuk beter te voelen. Ik ga Jax even zijn vitamintjes geven. K en D. En daarna ga ik even voeden. Kijk hoe die nou weer ligt. En dan gaan we eten. Ja. Yes, we gaan slapen en we gaan hopen op een good night.
Dank jullie wel voor het kijken voor vandaag. Tot woensdag in een nieuwe vlog. Later. En niet vergeten, duimpje en abonneren. Het is gratis. Rock that joint.